Daar zijn we weer. Wat doe ik ook weer? Daar zijn we weer met een mukbang. En wat voor een. Dit is niet normaal. Dit is niet normaal. Ja, jongens. Echt heel veel besteld. We hebben 2 tassen vol met eten van de Vegan Junkfood Bar. We wilden dus naar de Flamy Fries. Ik zal je een foto plaatsen. Die hadden we gezien op TikTok. Echt, als je die niet hebt gezien, ik weet niet waar je hebt geleefd. Maar, oké. Nee, maar dat was gesloten. Helemaal daarheen gereden. Helemaal in Amsterdam. Dus wij denken echt, ja, nu gaan we niet naar de McDonald's of naar de Burger King. Nee, dan moeten we wel echt helemaal heen gereden. Half uur. Ja, inderdaad. We zijn echt een uur onderweg. Het is, ja, het is 1,5 uur verder als dat ik je ophaal. Het is 7:30. Het is 1,5 uur verder. Ja. Oh, oké. Okay. Hoor. Ja, we hebben ook bizar veel besteld. Ja. Dus het komt goed uit. Maar we hebben dus nu bizar veel eten bij de Vegan Junkfood Bar. Oké, okay, laten we echt even verpakken allemaal. Rotte zakjes. Super cute. Oh my god. Wat is dat? Ja, de loaded fries met ja, een soort nep swarma. Oké. Okay. Kijk dit. Oh my god. Oh, dit zijn dus mac and cheese balletjes. Oh, met een sausje toch? Ja, die zat daarbij. En een burger hebben we waar je u tegen zegt. Ja, dat is echt ziek. Zo'n zwarte burger. Oh, wat leuk. Oh, lekker. Dit is een soort nep calamaris. Met roze saus. Ik wil ook wel even een leuke foto bizar hiervan. Ja. En nog iets. Oh, dit is water. Ja. Oh, wat zit er echt in? Maar hoe gaan we dit open krijgen? Nee. Kan je dat? Ik kan proberen. Ik kan dat niet. Sommigen kunnen toch zo... Ja, op en met hun tanden. Ja. Met je tanden ben je gek, jongen. Ik weet niet wat dit... Huh? Wat? Oh, sweet potato fries. Hey, dan heb ik 2 keer... Oh, dat kan toch? Maar ik had ook... Huh? Nee, dat had ik niet besteld. Die vrouw zegt... Oh, dat heb ik niet besteld. Maar die vrouw zegt, met hoeveel personen ben je voor het bestek? Die vrouw zegt, met 5. Ja, ik voelde me zo arg. Ik zeggen met z'n 2. Maar dit heb ik niet besteld. Oh, en dat was het ook. Ja. Ik had die, die ribs had ik besteld. Ja. Nou ja. Nou ja. Maakt het uit, wel genoeg. Oké, ik wil hier eigenlijk ook even een leuke foto van. Ja. Nou, jongens, ik... Ik kan niet wachten. Maar dit is dus allemaal vegan. Ik heb weinig vegan gegeten, dus ik vind het wel heel leuk. Nee, jij nog nooit. De zon is zeg maar nu aan het ondergaan, dus het kan donker gaan worden. Ja. I'm sorry for that, maar... Iemand zei de vorige keer, toen ik ook zeg maar een karmic bang... karmic bang filmde, van ik vind het leuk als je het eten ziet, maar dat kan niet in een karmic bang. Ja, dan moet je het echt omhoog houden. Ja, dus moet het zo. Ik ga dit proeven. Dit is dus calamari. Is het voor saus? Ziet er heel lekker spicy uit. Nee, ook. Dit is een mac and cheese bal. Ja. Heaven on earth. Nee, heel erg dik. Oh. Mmm. De smaakt toch gewoon naar kaas? Ja. Oh, lekker. Heel lekker. Mmm. Ik weet niet of ik kan doen. Ja. Maar het is gewoon een kaasballetje. Zo'n kaasballetje. Fucking lekker. Ja. Oké. Okay. Very nice. Hier ben ik heel benieuwd naar, want dit is dus, moet dus nepvis zijn dan. Ja. Ik ben benieuwd. Ik wil niet zoveel dingetjes op. Mmm. Mmm. Wel apart hoor. Ik vind meer een onderbring. Nou, het is niet echt. Ik wil gewoon een soort onderbring. Ja. Je komt door die gebakken eitjes dat het een beetje een uiensmaak heeft. Maar wel heel lekker. Ja. Ja, ik vind het wel lekker. Het sausje is een beetje... zoetig. Ja. Apart. En je merkt dat ze al een kwartier oud zijn. Ja. Wat de fuck zouden ze zijn? Mmm, dat is wel heel lekker. Ja. Lekker, ja. Oké. Okay. Maar hoe gaan we dat water doen? Ja, dat is wel kut. Ik kan het niet. Sommigen kunnen dat zo. Ja, dat kan ik ook niet.
Dat kan Stan altijd, maar wat hij dan doet... Wacht. Hè? Dan zit hij op zijn... Hè? Doen ze niet zo? Hoe doen ze dat nou weer? Ja, je gaat het toch niet met je tanden doen? Is het lekker? Ja, laten we gewoon fuck dat drinken. Ja. Wil ik me voor een mes, hè? Oh ja. Fries? Nou, friet is dus sowieso vegan. Ja. Met shawarma, een soort kapsalon. Ja, maar het smaakt heel lekker, die shawarma. Ja, lekker spicy. Lekker sausjes. Ja. Nee. Is niet een soort tip? Nee. Oh, nee. Nou. Ja. Soort, ik heb dit maar een keer op met gefrituurde kip of zo. Ja, dit is fucking lekker. Ja. Ja, dit is echt tot nu toe mijn fave. Al zou je maar die gegevens zou niet zeggen, dit is niet vegan. Nee. Ik zou dan denken, oh, dit is gewoon een lekker schoteltje. Met kip, ja. Normaal heb je wel eens loaded fries dat je denkt, nee, matig. Maar deze is wel echt goed gevuld ook. Meestal denk ik hou niet van loaded fries. Nou, in ieder geval, dat denk ik niet. Maar als ik het heb, vind ik altijd tegenvallen. Ja, dat heb ik ook. Deze valt niet tegen. Nee. Heel veel smaak. Echt heel veel smaak. Echt lekker. De perfecte hoeveelheid pittig. Ja, ook. Lekker spicy. Maar... Lekker spicy, maar niet dat je denkt niet van dat je cool. Denkt de bek staat in de fik. Zo mals. Nou, wat is dat dan? Nou, zo'n tofu denk ik. Nou, nepvlees. Ja, wel goed dat ze dit soort dingen hebben voor mensen die echt vegan zijn. Ik vind sowieso nepvlees ook niet vies. Wij eten het thuis heel vaak. Ja. Wij ook. En ik vind het gewoon lekker. Ook mijn vader is echt totaal niet van nee. Dat. Maar ook dat zegt hij van, dat moet je gewoon één keer in de week of ja. Sowieso een keer. Als iedereen dat doet, ja. Dat helpt sowieso weer een beetje. Nou, oké, nu deze. Maar volgens mij krijgen ze steeds wel nou, ik hou meer van jalapeno. Vegan options, hè. Ja, een restaurant, jawel. Zijn er wel mee bezig aan. Ja. Een beetje hip restaurant, hè? Ja. Nee, niet te veel pittigheid hoor. Nee. En dit is met? Geen idee, ik heb van dit. Nee, dit, heb dit is nog... met zoet aardappelfriet. Ziet zo, oh, dit is goed uit. Beladen. Holy shit. Nee, kut. Smaakt naar. Wat voor smaak? Ik kan de smaak niet plaatsen. Maar deze smaak ken ik al van iets. Deze kruiden. Anijs. Nee. Anijs? Hello Fresh smaakt het een beetje naar. Bepaald Hello Fresh iets. Ja. Ik vond die andere lekkerder. Ik ook. Maar het is wel goed bedekt. Gevuld. Maar dit hebben we helemaal niet besteld dus. Nee. Maar wat voor vlees moet dit dan zijn? Ik had wel iets gezegd met zo'n aardappelfriet. Maar toen zei ik van, nee. Oh. Ik wil toch die. Mm-hmm. Maar dat is misschien niet begrepen. En toen heb ik die ribs, zeg maar, die ribs heb ik kunnen gekregen. Oh. Maar ze was ook Engels, toch? Mm-hmm. Maar ze begreep jou denk ik niet. Nee. Ik kan sowieso geen Engels. Maar, dat is wel lekker hoor. Mm-hmm. Maar waar smaakt het naar? Ja. Geen idee. Taco kruiden. Nee. Ik vind daar iets maken van Hello Fresh. Een beetje taco kruiden hoor. Nou, dit is gewoon. Sorry, maar ik zou echt niet weten dat dit geen vlees zou zijn. Nee. Heerlijk. Het is echt wel lekker. Je proeft het inderdaad echt niet. Nou. Alleen deze frietjes zijn wel wat zompiger, maar die vind ik niet per se vies. Nee. Nu nog een burger. Ja. Het was trouwens wel best prijzig, maar... Ja, het is wel prijzig. Vind ik op zich niet erg. Nee, wel echt goed eten. Dat je een dood patatje krijgt, zeg maar. Ik vind die kaasbal ook echt lekker. Ja. Heb ik ook nog wel één van. Was uitjes hier. Ja. Soort, ja, gewoon een soort kaassoufflé. Ja. Lekker crunchy. Die zijn heel krummerig, man. Ja. Echt warm. Ja, lekker. Oeh.
Nu wil ik een keer echt mac and cheese. Ja, ik ook. Die flamey fries. Ik heb wel dus... dorst. Ja, ik ook. Kutzooi. En ik heb mokken heet. Ja, ik heb het ook. Hoe de fuck doe je dit? Ja, ik durf het niet met je tanden. Nee, dat moet je ook echt niet doen. Maar heel veel mensen kunnen dat. Ja, ik durf het nee, niet. Nee, doe maar niet. Doe maar niet. Doe maar met zoiets. Ja, die breekt natuurlijk af. Waar zijn de mannen wanneer je ze nodig hebt? Dan ga ik ondertussen nog zo'n verrukkelijke iets eten. Het lijkt best wel licht nog op de camera. Het ja. Echt best wel donker is. Ja, ik vind jou in het echt donker dus op camera. Ja, dat bedoel ik. Zo da. Ja, ik zou het echt niet weten. Of we moeten het googlen. Hou ik in je make-up pot wel open. Zou ik het aan hem vragen? Ik moet even een calamarisje. Calamari! We moeten die burger nog proeven, hè? Oh. Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Deze burger is huge as fuck. Plaats het punt van je sleutel onder de dop en duw de sleutel naar beneden. Onder de dop en duw de sleutel naar beneden. Ik ga helemaal stuk als die andere open vliegt. Zo. Stan die doet dat zo. Ja. Oh, die gasten kunnen het allemaal. Ja, die doen allemaal bierflesjes. Hey. Holy moker. Ja, kun jij even weg met je knipperlicht? Godverdomme. Eens wat doet hij? Nee. Niet kijk. Oh, hij doet even zijn broek anders. Kijk eens echt. Hij denkt, ze komt hier nog aan. Hij denkt volgens mij niet dat wij hierin nee, zitten. Dat denk ik ook niet. Dat weet hij dat niet. Dat ziet hij niet eens. Nee, dat ziet hij niet. Ik durf dat gewoon niet, straks breekt mijn tand af. Ik heb het wel eens gedaan toen ik heel dronken was. Natuurlijk, Ted. Ja, dat ik gewoon ook. Iemand zei, ik heb mijn buurtje niet open. Ik zeg, oh, ik kan het wel hoor. Je bent echt een gol. Ja, klopt. Met bacon ook echt. Ja. Juicy? Ja. Ja! Ik heb het gewoon. Wat? Nou, zoveel kracht zet ik helemaal niet. Voor mij heeft het niet met kracht te maken. Nee. Gewoon een manier. Nou, doe maar die volgende. Zo, deze burger is fucking juicy. Heel lekker. Kijk dan. Ja, en ik vind dat hij dus even op moet rotten met die lichten. Hij zit hier in het geknipper. Nou, ik ben echt blij dat die eetlopjes hoor. Die zijn niet. Hij proeft ook echt heel erg een kaassmaak. Ja, hij is fucking lekker. Ik vind deze lekker zijn. Ik vind het ook echt lekker zijn. What the fuck, ouwe. Maar dit komt ook gewoon echt in de buurt als een echte burger. Nou, ik proef het gewoon niet. Je proeft echt die kaas ook. Nog meer als dat je normaal een burger zou hebben. Heel erg. Nou, ik vind het niet normaal een goede tent. Het is echt heel lekker. Ja. Maar, oké. Die bacon. Niet normaal. Waar is het gemaakt? Zullen we als een cijfer geven? Nou. Ik zie dat je helemaal geen vragen nodig hebt. Nee. Ik heb augurk. Wat voor cijfer geven deze? Ik een 8,5. Ik een 8. Oké. Okay. Die kaasballen geef ik een 8,5. Ik een 8. Gewoon lekker, maar niet bijzonder. Nee, dat is waar. Het is niet dat je denkt van... Wow, ik vind de calamaris... De calamaris vind ik een 7. Ik ook een 7. Gewoon lekker, maar niet dat je denkt van wow. Nee. Deze vind ik een 7,5. Ook wel lekker. Deze vind ik ook een 8. Deze vind ik een 7,5. Weet je, iets te snotterig. En deze is echt wel een 9 hoor, die burger. Nou, die burger is een 9,5. Ik vind het nog lekker dus een normale burger. Die saus is ook fucking hij is heel juicy. Ja, ik wil dat de knippermag gaat. Het is echt juicy, deze burger. Oh, het is echt fucking lekker. Veel lekker dan een McDonald's burger. Ja, dat sowieso. Mag ik wel even een stukje hier? Ja. Goeie, hè? Dat is echt heel lekker, die burger. Die burger eet wel op, hoor. Maar de rest krijg ik niet op, hè. Die burger heeft me echt een 9,5. Ja, voor mij ook. Het is echt een hele goede burger. Er zit niks op waarvan ik denk, dat is niet lekker. Soms heb je dat wel eens gekregen, maar dat hoeft er niet op, hoor. Maar het is gewoon heel juicy. Ja. Oh, zo. Nu zie ik eigenlijk...
Nee, maar kijk, dit is een beetje hoe het in het echt is, denk. Nu. Ja. Zo. Ja, ja, zo. En... Bizar, maar je wordt er niet per se lelijk door. We hebben... Nou, die mac and cheese balls, calamaris rings, een flashy kapsalon. Welke zou dat zijn? Ik denk die met die normale friet. Ja. Ja, loaded ribs. Oh, je hebt loaded ribs. Maar ik zei tegen haar, ik wil die ribs. Ja, maar zij heeft loaded fries ribs. Ribs. En een Royal Smash burger. Het is ook gewoon wel duur, maar dat snap ik ook wel, want het is natuurlijk tering veel bereidingsproces. Ze nou, dus moeten helemaal nep burgers. Het is ook inderdaad dure producten. Veel duurder. Als jij nep kaas, nep bacon, dat is zo duur allemaal. Vegetarisch kan. Zou nog kunnen. Maar vier, maar geen kaas, geen eieren, geen... Geen yoghurt, geen melk, nee. Geen koffie met... Ja, havermelk. Je mag je vlees niet bakken in boom eten. Nee. Ik bedoel, je nep vlees dan. Ja, ik vind het heel knap. Nou, het wordt ook donker, dus ja. Het is een goede tijd om af te sluiten. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Er komt dus nog een mukbang aan dat we naar de Flamy Fries gaan. En dat is met mac and cheese en zo. Oh, en hot Cheetos, takis, ja. Iets met taken. Ja, gewoon heel veel lekkere dingen. Maar goed. Heb je nog andere suggesties voor video's? Always let me know in de comments. En vergeet natuurlijk niet deze video een duimpje omhoog te geven als je de video leuk vond. Om mijn kanaal te abonneren, stalken, you know, volg ons op Instagram. Altijd de standaard procedure. Inderdaad. Maar goed. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Doei.